Ik vind het altijd mooi als politici dingen waar ze zelf de hand in hebben... beschrijven waren het onverwacht opgestoken natuurfenomenen... die niemand aan had kunnen zien komen. affaire, de woningnood, mondkapjesdeal. Het is de hoge heren in, en dames in Den Haag overkomen... alsof er een niet te voorziene herfststorm is overgeraast. Wie kon dit aanzien komen? Eerlijk is eerlijk, de coronapandemie en het Oekraïnedrama... daar kunnen Rutte en Frans weinig aan doen. Maar nu is er mega-inflatie in Nederland. 12% procent. ons geld en spaargeld wordt heel rap minder waard. En dat is blijkbaar ook weer iets dat ons pechvogels moet overkomen. Maar de koopkracht, inderdaad, wat kun je van je salaris uitgeven? Die kachelt behoorlijk achteruit. En dat is een gegeven is een gegeven, niks aan te doen, zo so is de leven. Oekraïne, hè? Ja. En ze hebben het echt geprobeerd, maar... Uh... maar je kunt niet eindeloos als overheid uh, opboksen tegen een economie waar zulke hoge inflatie plaatsvindt. De economie als abstract wezen. Onze manmoedige beleidsmakers hebben gevochten als leeuwen tegen deze inflatie. Maar tegen deze plots opgestoken windhoos valt niet op te boksen. Het is wat het is. Oké, okay, twee dubbeltjes van je liter benzine en 800 euro voor de financieel zwakkere, maar daarna kunnen we alleen maar leidzaam toekijken hoe de dijk doorbreekt. Zo grappig, toen onze premier dit begin april had uitgesproken... volgde er direct daarna hier op Radio 1 een econoom... die toch echt even wat moest rechtzetten. Overal waar je las over dat schrikbarende cijfer van 11,9 procent... werd er meteen achteraan gezet de oorlog in Oekraïne... Huh, de oorlog in Oekraïne is toch duidelijk de oorzaak van de enorme inflatie... en de reden dat ik nu een nier moet afstaan voor een fles zonnebloemolie? Vertel even, voor mij als uh, niet-econoom. Het feit dat er gevochten wordt in Oekraïne... heeft de inflatie extra aangejaagd, yeah. maar is niet de oorzaak daarvan. Niet de oorzaak? Nou, dan wil ik wel eens weten wie of wat wel... Uh, uh, toch niet de hoge heren in Den Haag of Brussel, of... Uh... Omdat inflatie niet uit de lucht kon vallen... Inflatie is het gevolg van het beleid dat wordt gevoerd. Dat beleid komt ook niet uit de lucht vallen. Dat beleid, daar wordt over nagedacht, daar wordt over gesproken en uiteindelijk doorgevoerd. Nou zeg, deze inflatie is gewoon het gevolg van beleid. Is dat even een verrassing, maar toch niet met voorbedachte raden of zo? Tot op zekere hoogte met voorbedachte raden uh, is het beleid gevoerd de afgelopen jaren, waarvan wij de gevolgen nu heel duidelijk merken, namelijk dat de prijzen heel hard stijgen. Oh. Oh, wel, gewoon beleid. En dan blijkt de oorzaak: de bekende aap uit de bekende mouw. Uh, afgelopen 10, 15 jaar, eigenlijk sinds 2008, hebben de uh, centrale banken die hebben op grote schaal extra geld bijgedrukt. Vele duizenden miljarden heeft ook de Europese bank laten bijdrukken. Een zeepbel waarvan we de, de gevolgen nog lang niet voelen. Kijk, de banken moesten worden gered, de euro moest worden gered, de economieën van Zuid-Europa. Maar het oude liedje is dat dezelfde groep in onze samenleving weer de hoogste prijs gaat betalen: de minima, de allerarmste, oh en de nieuwe armen, de middenklasse. Als je leest hoe de Europese Centrale Bank omspringt met ons geld, nou dan ben je blij dat je in de toekomst nog een gezonde nier hebt om te kunnen verkopen. En het is ook allemaal zo tegenstrijdig. Europees beleid was re rente. Kunstmatig laag houden. Dan blijft de consumptie hoog, want we moeten spulletjes blijven kopen. Maar die overconsumptie is toch heel slecht voor het milieu en het klimaat? Frans Timmermans, Mr. Milieu, Europe. Nou, zegt dikke Francie, lap dan nog even duizend miljard met z'n allen. Dan regel ik aan de achterkant van de winkel wel wat met zonnepanelen en windmolens, mondje dicht. Ik regel dat. He? Door dit Europese rentebeleid zijn investeerders in Europa massaal in vastgoed gedoken. Gek, hè, dat de huizen zo peperduur zijn. Ja, we snappen het ook niet in Den Haag en Brussel. Nou, niks natuurverschijnsel. En al zeker niet de oorlog in Oekraïne. De prijzen, dus de inflatie, loopt sinds zomer vorig jaar op. Toen werd er niet gevochten in Rusland. Toen werd er niet gevochten. Nee. Uh, is er nog hoop? Bijvoorbeeld de uh, Oekraïne-oorlog voorbij. of uh, geen corona meer, meneer de econoom? Het slechte nieuws is: de kans is heel klein. dat we qua inflatie naar het niveau van voor de corona gaan. Nope. Dus niet te veel roken of drinken meer. Want die gezonde nier ga je in de toekomst nog hard nodig hebben. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1 app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.